deze spectacle. Het is een beetje filmachtig en een beetje enge muziek. Oh my god! Shit, we missed it. Nice meeting you. Een roadtrip kunt winnen met. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik zit in de auto, dat zien jullie goed. Maar ik sta nu wel op mijn lievelingsplekje hier in Nederland. En ik geef jullie even een paar seconden de tijd om te raden waar ik ben. Om te kijken of jullie me echt goed kennen. Oh, ik ben zo benieuwd of één of meerdere van jullie het goed hebben. Ik sta hier op Schiphol. Ik weet niet of jullie het goed zagen. Maar Schiphol, dat betekent ik ga weer een reis maken. Ik ga de lucht in. Ik ga naar een nieuw land. Ik ga weer nieuwe ervaringen krijgen en meemaken. En dat maakt mij gewoon heel erg blij. Ik heb er ontzettend veel zin in. Want ik vlieg naar Londen op persreis met Toyota. Het is een gigantisch event in Londen. En er zullen echt influencers komen van over heel Europa. We zullen er allemaal zijn. En we worden echt meegenomen op reis langs alle Europese highlights. Toyota heeft recent zijn hybride pionier gelanceerd. De CHR. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou van auto's. Ik hou van persreizen. En ik ga dit allemaal vastleggen voor jullie. En ik hoop ook dat jullie mee kunnen genieten van deze reis. Het zullen 2 dagen zijn. En morgenavond vlieg ik alweer terug. Ik laat me verrassen. Want op persreizen word je eigenlijk altijd verrast. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus blijf lekker zitten. Pak wat te knabbelen. Neem een kopje thee erbij. En ik neem jullie mee naar Londen. Castle in the sun, and when it comes down, it comes tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. It's where I wanna be. Sets me free. It's where I wanna be, she sets me free. It's where I wanna be. And yeah, goes like a lighter in the wind, and I lose my senses, baby. Gets under my skin when she speaks. She's all I ever need. Ik ben aangekomen in Londen, in mijn hotelkamer. Ik laat jullie eerst even snel zien hoe de hotelkamer eruit ziet, en dan gaan we even verder babbelen. Hier kom je binnen en heb je hier een prachtige spiegel met een ringlight. Oeh, leuk. Nou, dan kan ik meteen even mijn outfit laten zien. Ik heb een dikke trui aan met een kool. Die is van Comget Fashion. En ik draag hem zeg maar als jurk. En dan heb ik dan knielaarzen van Chloe aan. Die altijd een beetje afzakken, maar dat vind ik altijd wel tof. Ik draag mijn khaki trenchcoat aan van The Pry. Ik heb mijn haren gekruld. En dit zijn mijn festivalclips. En dit is de badkamer. Wasbak. Toilet. En een hele grote douche. Yay. Nou, hier heb ik een soort van bureautje. Mijn bed. En dit is super tof. Kijk. En minibar. Zo, mijn jas uit. Echt super warm is het. Ik dacht dat het echt heel koud zou zijn. Aangezien het in Nederland ook best wel koud was. Maar het is gewoon 12 graden. En als je dan dikke winterkleren aan hebt, is dat best wel warm. Oké, ik ben er. Ik heb een envelop gekregen. En daar staat in hoe laat we klaar moeten staan. En dan gaat het avontuur beginnen. We gaan dus een hele experience beleven rondom de nieuwe Toyota. CHR moet ik eigenlijk zeggen. Ik zei het vanochtend lekker Nederlands. CHR. Maar het is CHR. Goed, ik heb me even opgefrist en ik ga nu zo naar beneden. En dan gaan we even een hapje eten. En wat ik jullie nog wilde vertellen is dat ik heb een primeur. Deze spectacle. En wat is het nou precies? Dit is zo tof. Oké, ik ga het jullie even laten zien en dan ga ik het jullie uitleggen. Let op. Het is een zonnebril, soort van. Zo ziet het eruit. En wat dus super cool is, is dat wanneer je deze opdoet. Yeah baby. Heb je hier een knopje, hierbovenop. En als ik daarop druk, filmt hij 10 seconden lang.
Dus waar ik naar kijk, dat filmt hij. Dus jullie gaan echt zien hoe, vanuit mijn perspectief wat ik vandaag ga meemaken. En dat stuurt hij rechtstreeks naar mijn Snapchat. Waarschijnlijk volgen jullie me al op Snapchat. Ik had het ook op Instagram gezet. Want dan kunnen jullie dus echt vanuit mijn perspectief zien wat ik dus allemaal ga meemaken straks. Ik vind het heel erg tof. Deze gaat met mij mee en ik ga alles vastleggen. Castle in the sun, no one comes down. It comes tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. Where I won't be. Ik ben weer op de kamer. We zijn heel even gaan wandelen. De Big Ben gezien. London Eye gezien. En ja, het was echt super leuk. Wat fotootjes gemaakt en zo. Ik moet over anderhalf uur beneden klaarstaan. En dan ga ik me nog even omkleden en opfrissen. Maar ik ga eerst even een half uurtje chillen. En ik zie nu ineens dit. De nieuwe Toyota CHR. Voorbij komen op de televisie. Hoe cool is dat? Ik ben klaar om te gaan. Ik heb me opgefrist. Zoals jullie zien heb ik een witte blouse aan. En die draag ik als jurk, zeg maar zo'n lange witte blouse. Die is van mij Black Label. Ik draag een zwart jasje, die is van Zara. Mijn rugtasje mee, want ik heb mijn platte schoenen hierin. En mijn vette spectacles bril. En ik heb hier mijn clutch ook nog, puur omdat daar mijn camera en mijn telefoon in zit. Nou, dit gaat mee, mijn jas gaat mee. En ik heb er zin in. Ik neem jullie mee naar de grote verrassing. Zelf ook geen idee waar we naartoe gaan. Spannend, let's go. Ik ben nu binnen bij de secret location. En nu is het een beetje wachten. We zitten hier op bankjes. En dan worden we denk ik zo meegenomen. En dan gaat het avontuur beginnen. Ik heb mijn bril hier bij me. En wat super cool is, Toyota is het eerste automerk die zeg maar een campagne in samenwerking heeft met deze Spectacle Snapchat bril. Super vet. En ik heb de eer dat ik mag filmen met die bril. Het is een beetje filmachtig. Space to another. Some people live their whole life without getting through this door. But you can learn how to control it, how to walk through it again and again. Flow is a philosophy. It is optimal experience. It is total involvement and enjoyment. CHR was my private world. I never expected someone to jump in. If it had been anyone else, I probably would have screamed. But when I looked and saw Annika remove her sunglasses to reveal her smiling eyes, I knew I was safe. The city is going crazy for the light show tonight. Yeah? Yes. Oh my God. She'd seen me in the CHR and just followed an impulse. Even at a standstill, I looked like I was in motion. Sometimes when you see someone, a door just opens and the light comes on. You have to take a risk. And then you just go with it. Enjoy your ride. Thank you. Take your bag. Keep going, keep going, keep going, keep going.
Yes, I'm glad you come back. That's it, in the back of the car, you've got to stick. We're almost done with you. We can't go out there and plan this crazy tonight. Look after yourself. Go, in the CHR, that's it. In you get, come on, in the car. Dat is mooi, hoor. Heel stoer. His masterpieces. But there were only a special few who had that something else. And I had to move and glide across a room as if I was on wheels. It was about that moment, being able to find focus. Welcome. Hello, Snappy. Hello. Nice to see you. Nice to see you. How are you? Oh, I'm fine. How Good. Are you? Very well, very well. Very well. This way, folks. Shit, we missed it. 34! He just said that. This guy just said that. He's lucky. He must be lucky. Yes. Who are these guys? I don't know. This is a high-stakes stable. Please. What are your chips? Take a seat, my lady. Yeah. Thank you. So the stakes are high, huh? You should know that being in your state of flow can create moments of chance. It might seem erratic, dancing, circling, appearing and disappearing, whispering in your ear. But if you can keep up, if you can match chance step for step with your focus, clarity, and commitment, then you can spark the strangest chain of events. You become the creator of coincidence. And everything. What you got? Always go with wind. Oh. Wow. Seems that you two are in luck. Come with me. Okay. Please follow this gentleman. Don't feel bad, buddy. Don't feel bad, one. Okay? I think you two are feeling lucky tonight, yes? Yeah. Yes. Yeah. Are you sure? I know. Let us see how far we can take your luck. Okay. Good luck. Thank you, sir. Oh. Yeah, just a seatbelt. Seatbelt? Yeah. Ooh. Best dance you ever have is with yourself. I remember mine. For years, I had been going to this dance festival in Barcelona with friends. In this space, I became utterly submerged. I was Yeah, baby! With a quick line and a ready smile. Hey guys. Hey guys. Hi. Welcome to Memphis.
have shown me when one door opens, a line appears. I don't know, maybe in your world, dude. Not in mine. I'm a mother of two. A light appears. That is a light. Yes, a light does appear. And it calls to you. And you have to answer it. Ooh, with nice glasses. It's a camera. Are they recording right now? Yeah, they're recording. So look, this is beyond virtual reality. Well guys, it's nice meeting you. And now I'm gonna catch my ride. Oh, maar ik vond het echt geweldig. Ik zei het al tegen Kai. Ik had het gevoel alsof ik in een film zat of zo. Klopt. Wat vond je het best? Ja, dat opeens Mila Jovovic zo de arm om me heen en zei, hey guy, was ik een beetje in de war, hey, wat doet zij nou opeens hier? Maar het was, ja, alles was heel vet. Ja, het was zo vet. Terug in de hotelkamer. Echt een topavond gehad. Voor mijn gevoel leefde ik in een film. In een soort van Hollywood film. Of in een soort van droom. Het was zo vet. Het ene moment was ik in Barcelona. En waren we aan het dansen op straat. Het andere moment reden we door de straten van Berlijn. Het andere moment kwam ik in Las Vegas. En was ik aan het pokeren. En won ik vet veel geld. En toen zat ik in een driftende auto. En toen zat ik gewoon in de Fast and the Furious. Het was zo vet. Nou, het allermooiste was volgens mij speelde zich dat echt af in Hollywood. Gewoon een soort van bar met allemaal hele mooie mensen. En op een gegeven moment kwam Mila aangelopen en oh, zo'n prachtige vrouw. En ja, dat was echt heel bijzonder. Je vergat even de realiteit, dus je leefde echt even in een droom. Ik heb daar echt van genoten. De auto is ook prachtig. De CHR, hoe je hem netjes uitspreekt. Heel sportief. Het is een crossover auto. Half hybride, dus je hoort hem niet. Maar hij is heel sportief. Echt een stoere auto. Super mooi kontje. Ook een goede voorkant. Mooi deuren. Weet je, die tweede deur van de, voor de passagiers heeft zeg maar niet een handvat daar. Zoals bij de driverportier. Maar een soort van daarboven. Echt zo nice. Dat maakt hem heel uniek. En hij is dus stoer. Hij oogt echt heel sportief. Echt, ik ben een snelle bak. Maar hij is ook heel elegant. En dat maakt hem echt heel charmant. Prachtige auto. Ik denk dat hij het echt goed gaat doen. Ik denk dat heel veel mensen echt heel Europa af willen toeren gewoon met deze auto. Het leuke nu is dus ook dat je een roadtrip kunt winnen met Toyota CHR. Naar jouw favoriete Europese stad. Hoe cool is dat. Dus stel Parijs is jouw lievelingsstad. Kan je met deze nieuwe bak gewoon naar Parijs rijden. Stel je wil heel graag naar Berlijn. Kan je dat doen. Stel je wil naar Italië rijden. Of je wilt op wintersport. Het maakt allemaal niet uit. Je kunt deze roadtrip winnen. Hoe? Let op. Ben jij nou dus into the flow van de nieuwe CHR? Wil jij dus gewoon met deze bak naar jouw lievelingsstad in Europa toeren? Gewoon een roadtrip maken? Deel dan jouw foto op Instagram met de hashtag Toyota Flow NL. En maak kans op deze roadtrip. Super vet. Ik denk binnen een paar weken maken we de winnaar bekend. Leuk dat je meespeelt. Ik heb een topdag gehad. Een topavond gehad. Oh, ik ga nu lekker douchen, mijn make-up afhalen en slapen. Oh, voordat ik dat doe trouwens. Wil ik jullie even vertellen dat mijn kamer een bende is. Kijk. Daar ligt mijn tas. Koffer. Hier ligt ook een trui. Daar ligt mijn sjaal. Het is weer echt een bende zoals alleen ik dat weer kan doen. Maar er is iemand in mijn kamer geweest. Er ligt een cadeautje op mijn bed. En het is echt een cadeautje waar ik heel blij van word. Niet alleen ik. Ik denk dat Ryan, Fred en Luca hier ook heel blij mee gaan zijn. Want het is een nieuwe box.
een Bluetooth wireless speaker van JBL. En ik weet niet of jullie bekend zijn met JBL, maar dat is echt een topmerk. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Duizendmaal dank. Sowieso bedankt Toyota voor deze dag. Het was allemaal goed geregeld. We hebben het echt heel erg leuk gehad. En we zijn echt volledig verrast. En bedankt dat ik ook mee mocht naar de bepaalde plekken waar ik nog nooit ben geweest. En bepaalde sferen mocht proeven die jullie mij vandaag hebben gegeven. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb gewoon een onvergetelijke dag gehad. Ik ga de vlog lekker afsluiten. Morgen weer een nieuwe dag. We blijven nog een halve dag in Londen en dan gaan we naar Nederland. Dus ik ga morgen wel vloggen. Dus jullie zien mij gewoon morgen. Maar deze persreis, ik heb er veel meegemaakt. Maar deze persreis staat echt op mijn nummer 1. Thanks, welterusten. Oh, duimpjes omhoog en vergeet je niet te abonneren. En tot morgen. Doei.